komen, die al jaren hier komen mensen. Komen goeiedag zeggen, ja, tot volgend jaar. En als ze binnenkomen, dan kijken ze. Oh, ze is er nog, zeggen ze dan. Ja, dat heet er ook nog het, hoor. Ja, dit is een heel oud foto. Dat was vroeger op Baatse. Nu is dat Meulenweg geworden. Ja, en dit is de Meulen, wie ze was. Wie zijn bevuilde bevrediging van Roald de Logan is gegaan. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, het Meulen, de Meulendersvak, stond voet. Hè. En toen begonnen meerdere Meulders met een winkel. In 68 en in 72 hebben we verbouwd en nou dit. Ons voor, vogelenzout, kanariezout, parkietenzout. Een hoofdzout en een gedukker erbij, dus. En dan, ja, vogelkooien, dus hondsmanje. Vissen, goudvissen hebben we heel veel verkocht. Heel veel, honderden. Maar hier kunnen ze nog een kilo loszout krijgen, zal ik maar zeggen. Hè? Kijk, hier, dat is ook van de ooienwinkel aan het bek. Daar werd het voor in omgezet, want wat nu ook nog gedaan werd. Zo, Truus. Daar ben ik weer. Goedemiddag. Hier zit. Zus wel. Zus wel goed uit. En de toonbank ook een vuil op. Daar hebben we, wie we verbouwd hebben, tweedehands gekocht in Maastricht. Van mensen die uitzetten. Dus. En toen hebben ze het allemaal afgebroken en Frank Wilken en Piet en toen is dat hier opgebouwd geworden. Ik werd van de Kamer van Koophandel gebeld. Mevrouw, we hebben een verrassing voor u. Uw bedrijf besteedt 100 jaar. Ik zeg, dat kan niet, want toen hadden we de winkel maar nog zo. Ja, maar je staat al vanaf 1900 zoveel ingeschreven. En dat wou je ze niet voorbij laten gaan. En toen ging Miguel Emke bijna van opa, werd ze wel leden. En want ja, want de Kamer van Koophandel die bestond al meer dan 200 jaar. En toen is die oorkonde gekregen. En dit beeldje, dat is de Mercurius, de god van de handel. En dat is Lordsmoor, Hefmans. Hey, Piet. Van de school. Ja, in 82 is hij toen plotseling weggevallen. Ik neem de kleine hond met, zei het een jonge hondje. En dat beeld zal ik nooit vergeten. Ik stond hier achter en dat hond huppelde neven hem op. En hij die andere hond kregen een ampel brokken. En een paar uur later stond een dokter aan de deur op zijn gemelgen. En stort wel een wereld voor de in. Dus daarom is ik. Ik heb er veel zien komen en veel zien gaan. En ik heb het geluk gehad dat ik het door heb kunnen zetten. En dat is dat ik nu eigenlijk ook nog altijd bezig ben. Ja. En dat zeg ik zo duk tegen de klantje ook. Zolang als ze de sleutels morgens om kunnen draaien. Wat de dag brengt, moet ze maar afwachten met een wetsen dat ze er nog best en dat nog kan.